Jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik wacht even tot jullie zeggen dat ik zowel beeld als geluid heb. Er was net een nieuwe update op het programma waar ik op stream. Dus ik kreeg al een klein beetje stress. Maar volgens mij gaat het goed. Blijft altijd spannend, hè, dat live. Ik zie zelf ook nog niks. Dus we moeten echt even afwachten. Maar volgens mij heb ik dat helemaal goed gedaan. En zijn we er gewoon lekker. Het zijn wel, moet ik eerlijk zeggen, rare weken. Kinderen, ik heb twee dochters. De een op het voortgezet, de ander op het basisonderwijs. En die heb ik alle twee thuis. Dus het is misschien iets rommeliger tijdens de uitzending. Want ze zitten in dezelfde ruimte waar ik zit. Ze zitten heerlijk aan school te werken. Dus als het goed is, zijn ze stil. Maar je weet het niet, hè? Je bent te zien en te horen goed zo. Luid en duidelijk. Nou, top. Dan gaan we lekker van start. Ik heb best wel veel dingetjes wat ik wil laten zien in deze live-uitzending. Maar ik krijg heel vaak de vraag: er zijn zoveel kleurmediums van verschillende merken natuurlijk. En vandaag wil ik eventjes Faber-Castell toelichten. Faber-Castell staat bekend natuurlijk om zijn potloden. En die hebben gewone normale polychromos potloden, kleurpotloden. Maar die hebben ook een hele leuke range aan water. Kleurmiddelen. En eigenlijk wil ik er daar deze drie op voor pakken. Dus dat zijn de potloden, dat zijn de aquarelpotloden. Daar zijn 120 kleuren in. En ik heb ooit een jaar of, nou, ik denk 5, 6 geleden van mijn man een hele mooie doos gekregen waar alle 120 aquarelpotloden in zitten. Het is echt zo'n koffer die je kunt openklappen. Is echt wauw. Alle kleurtjes van de regenboog ook helemaal op kleur gesorteerd. Prachtig. Hij ligt uiteraard niet meer op kleur gesorteerd. Maar het is wel heel mooi om naar te kijken. Dus die kleurtjes die ga ik laten zien. Dat is echt het potlood. Maar Faber-Castell heeft ook sinds een, nou, misschien een halfjaartje, denk ik, de watercolor markers. En dat is dus echt in een stiftvorm. En wat nu nieuw is bij hun in het assortiment. Dat zit in zo'n. Is zo'n verfpaletje eigenlijk. Met alle kleurtjes. Ik heb het kleinste formaatje. Dit zijn 24 kleuren. Je hebt er ook nog 36 en 48 als set. Maar ik heb voor de kleine gekozen. En ik wil jullie even. Wat is nou het verschil? Hoe ziet het eruit als je met aquarel potloden werkt? Hoe ziet het eruit als je met aquamarkers werkt? Of hoe ziet het eruit als je gaat verven? En die drie verschillende kleurmediums laat ik jullie vandaag zien. Zodat ik ook aan jullie kan laten zien. Wat doet het op het papier? Want het is vaak heel moeilijk. Zo is het een verfpaletje. Maar nou, welke drie verschillend ga je zo meteen zien? Of je nou met een potlood werkt, of je met een marker werkt, of je met de verfpaletjes werkt. Dus dat wou ik eigenlijk behandelen vandaag. En ik wil nog even heel leuk, was ik toevallig mee aan het experimenteren van de week. Dat het ook met die markers heel leuk is om eigen achtergronden te maken. En op deze manier heel leuk dat ze verwerken op je kaart. Dus als we tijd over hebben, wil ik deze techniek ook nog even laten zien. Maar het gaat mij er eigenlijk even om. Hoe ziet het resultaat eruit als je werkt met potloden? Hoe ziet het resultaat eruit als je met een marker werkt? En hoe ziet het resultaat eruit met verf? Dus ik hoop dat het een informatieve live wordt vandaag. Zo, en nu ben ik uitgekletst. Dan ga ik even in de chat kijken. Goedemorgen, ik krijg je niet op de iPad. Oeh, heel irritant, Martine. Daar zou ik ook echt geen geduld voor hebben. Ik kreeg geen chat, maar ik heb nu melding, wel de chat. Ja, ik krijg meer mensen die het verwarrend vinden. Vroeger kon je altijd op Facebook meekijken. Daar kon ik altijd mee chatten. Dat kan ik op YouTube niet. Jawel, er zit zeker een chatmogelijkheid op de YouTube. Ik weet alleen niet vanaf hoe je kijkt, maar vaak is het dan of onder de video of rechts naast de video. Dan kun je daarop klikken en dan kun je gewoon mee chatten. Net als je ook gewend was. Met Facebook. Er zit geen verschil in. Voor YouTube is gewoon wat makkelijker en compacter allemaal bij elkaar te houden. En op Facebook wordt het rommelig. Dus hier kunnen we gewoon in setjes werken. Dan kun je ook alle meekijkers met Martinez achter elkaar afspelen als je dat zou willen. Daar wordt alles wat mooier opgeslagen bij elkaar gesorteerd. Goedemorgen, Ines. Fijn dat je dit laat zien. Nou, ik geloof ook best wel dat daar veel vraag naar is, omdat er natuurlijk heel veel verschillende markers en potloden verkrijgbaar zijn. En nu wil ik juist even drie dingen toelichten, zodat je dan ook direct ziet, hey, dat doet het. En wat ik ook wel leuk vind is bij die verf, begin ik weer van de rat, tak op de hak op de tak, daar zit een glanslaagje in. Kijk, als je naar die vleugels kijkt, die heb ik daarmee bewerkt. Kijk, en dan krijg je een beetje een glansje op je vleugeltje. En hier zie je het misschien al wel een klein beetje. Hier heb ik gekleurd met potloden.
En hier heb ik gekleurd met de markers. De markers zijn qua, hoe moet ik dat zeggen, zijn wat harder, wat feller in hun kleurgebruik. Het leuke namelijk is wel dat Faber-Castell altijd dezelfde kleurnummers aanhoudt. En dat heb ik ook bewust hetzelfde kleur potloodnummer met hetzelfde kleur markernummer. Nou, dat verfpalet is natuurlijk even een iets ander verhaal, maar dat ik wel dezelfde kleuren heb. Dus dat je daar ook duidelijk het verschil in ziet. Dit is gedaan met de marker en dit is gedaan met de verf. En zo kun je op zich nu al wel een heel klein beetje het verschil zien van deze drie verschillende kleuren mediums. Beeld niet op groot gezet om mee te chatten. Oh, dat is misschien nog een tip wat Nikki zegt voor de mensen die de chat niet aan de praat krijgen. Kijk niet op fullscreen, zet hem op klein scherm. Dan zit er dus wel een chat. Er zit sowieso een chatmogelijkheid, maar heel veel mensen kunnen die niet vinden. Vaak zit hij er dan onder of aan de rechterkant. Dus probeer het eventjes. En laat het ook even weten als je het gelukt is op de chat. Want dat is voor mij natuurlijk heel leuk als je meechat, omdat je direct vragen kunt stellen. En dat is natuurlijk ook wat echt het leuke van het live meekijken. En ik vind het ook gezellig als er roering in de kanaal is. Nou, voor de rest nog allemaal goedemorgens. Ja, het gaat wel goed hier hoor, Astrid. Het is alleen, ja, je krijgt er in één keer als moeder zijn ook heel veel andere taken bij. En ik ben gewoon niet gemaakt om als juf te zijn. Mijn geduld is daar niet zo fantastisch op. Dus die meiden hebben het hier soms best zwaar. En ik heb het ook soms. Het is gewoon anders. Ik heb manlief thuis. Ik heb twee kinderen thuis. Die eigenlijk voor mij de deur niet eens uit mogen. Ze mogen videobellen met vriendjes en vriendinnetjes. Maar daar houdt het dan ook mee op. Wij gaan echt alleen naar buiten om boodschappen te doen. Of naar mijn werk moet. Dus het is, ja, en ik heb gewoon kinderen die, nou ja, sociaal graag onder de mensen willen zijn. Dus dat is, ik vind het best nog wel een dingetje. Maar goed, alles voor de gezondheid natuurlijk. Maar ik merk wel dat het, ja, die hele structuur valt een beetje weg. Dus ik ben blij dat ik die maanden gewoon 9:30 lekker live heb. Dan, ja, is toch altijd weer even gezellig en even, ben ik ook weer even onder de mensen, zeg maar. Nou, dan gaan we als het nog tijd over hebben deze achtergronden maken. Heel makkelijk, heel eenvoudig, met dezelfde stempels. En wat ik als voorbereiding ook maar ga doen, heb ik mezelf bedacht. Ik ga werken met, die vind ik sowieso echt te schattig, de elfenstempeltjes van FIFA. En daar ga ik bewust kiezen voor de paddenstoel. En ik ga ook alleen de paddenstoel nu met jullie inkleuren, omdat het mij echt gaat om het verschil te laten zien wat dus die drie producten doen. Dus ik ga echt het paddenstoeltje zelf inkleuren met de kleur rood. Ik heb hier allerlei kleuren neergelegd, omdat ik dacht, dan als jullie andere kleuren willen zien qua verschil-effect met de marker of potlood, kan ik dat uiteraard nog doen. Dit zijn de kleuren van de potloden. Dit zijn diezelfde kleuren van de markers. En het palet pak ik natuurlijk een beetje die tintenkleur op, maar daar staat niet echt een goed kleurnummer op. Dus dat is wat lastiger. Maar deze heb ik echt speciaal op elkaar uitgezocht, dat deze kleuren ook deze kleuren zijn. Want die kleurnummers komen overeen. Dus dit is bijvoorbeeld kleurnummer 219. En dan is dit ook potlood nummer 219. Dat vind ik prettig van Faber-Castell. Hun hebben altijd dezelfde kleurnummers voor de potloden, voor de markers, maar ook voor de polychromos. Alles loopt op dezelfde kleurlijnen. Dus is dat wel prettig om dat het zo voor mij ook makkelijk voor jullie om dan echt het verschil te kunnen laten zien. Kan wel voorstellen dat ze graag naar buiten willen. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik gelukkig een hele grote tuin heb. Dus ze kunnen prima buiten spelen. Maar Marit wil echt dan bijvoorbeeld graag knikkeren en met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Dat is natuurlijk net even anders dan je eigen achtertuin. Wat ook natuurlijk wel zo is, hè. Ik kom gezellig normaal al niet veel buiten. Nee, oké, okay, dat is dan weer anders, hè. Maar gewoon het feit dat je gewoon. En nou dan vind ik het als volwassen zijn is natuurlijk anders dan dat je 11 jaar bent en sociaal graag met je vriendjes en vriendinnetjes wilt chatten. Dus ik ben al lang blij dat er videobellen is. Dan heeft ze haar mobieltje staan en dan zit ze met twee klasgenootjes te kletsen. En dan is het ook goed, zitten ze ook samen te knutselen en TikTokjes te op te nemen. Dus ja, het is even aanpassen. Voor iedereen is dat zo. We gaan lekker starten. Ik werk dus vandaag met water, hè, met allemaal watermarkers of potloden of verf. Dus ik werk ook met het waterartpapier, dus aquarelpapier. 185 grams. Ik zweer bij dat papier, of ik nou met aquarelpotloden werk of met gewone potloden, het maakt mij niet uit. Ik heb altijd het waterartpapier.
Voor ik ben echt het liefst maak ik kaarten. Dus ik werk eigenlijk altijd met het A6 formaatje. Maar hij is er ook groter op A5 formaat en op A4 formaat. En dus zelfs bij 30 bij 30. Dus dit waterartpapier is met heel veel verschillende formaten verkrijgbaar. En ik heb nu de 185 grams. Dat is voor deze markers prima. Maar ga je met heel veel water werken, hebben wij ook nog een zwaardere kwaliteit. Dus dan heb je een wat dikker papier. Maar dat is voor deze techniek absoluut niet nodig. Dus ik ga eerst werken met de potloden. Ik zou ze naast elkaar stempelen. Dat is misschien voor jullie het makkelijkst om dat het dan ook misschien het beste zichtbaar is. Maar ik vind wel dat elke kleurmedium wel anders te werk gaat dan. Nou ja, dat zul je zo meteen wel zien. Dat is makkelijker dan uit te leggen, denk ik. Ik ga stempelen met de, vind ik zelf altijd erg prettig, de VersaFine. Die kun je prima met water mee werken. Even hem goed op mijn acrylblokje plakken. Straat spelen alle kinderen nog steeds met elkaar. Ik vind dat geen goed idee. Nee, ik ben het met je eens. Dat doe ik inderdaad ook niet. Zelfs kinderen met ouders als zorgberoep. Nou, dat gaat er inderdaad bij mij ook niet in hoor. Mijn oma wilde spontaan een hond. Nou, Nikki, ik moet zeggen, mijn moeder heeft inderdaad ook een hond. En dat is wel heel prettig, want je bent niet zo alleen, hè? We hebben zelf twee honden. We hebben een Bouvier en een Jack Russell. En die Jack Russell, weet je, het is altijd gezellig, vrolijk. Het wil altijd spelen. Je kunt het tegen kletsen. Je kunt ermee knuffelen. Een hond is heerlijk. Sowieso denk ik dat dat met een huisdier altijd wel, en zeker in deze tijd, voor heel veel mensen steun is. Dat geloof ik zeker. Want het zijn toch wel. Nou ja, dit blijft toch wel je hele leven bij, hè, deze moment. Ik ga hem even naast elkaar stempelen. En dan snap ik dat er maar twee op mijn papier kunnen. Maar goed, met dat verf ga ik zo meteen wel even op een ander. Dan leg ik ze uiteindelijk met z'n drieën naast elkaar. En dan kun je het verschil wel goed zien. Ja, deze stempeltjes vind ik ook echt. Ik hou van deze. Ik hou sowieso een beetje van die fairy tales. Vind ik sowieso heel erg leuk. Maar dit is echt wel een hele cutie. Je hebt er ook eentje die vliegt. Hier, het is een soort, hoe noem ik haar, Tinkelbel van Peter Pan. En dan heb je dus ook nog, zeg maar, de vlindertjes. En dat ze ook nog met die, hoe noem je dat, met die sterretjes er toverstafje doet. Ik vind ze erg schattig. Zo, dus ik heb ze even afgedrukt. Nou, en dan ga ik eerst maar werken met de potloden. Potloden is voor de meeste mensen ook bekend, hè. Potloden is, nou ja, als klein kind werkte we al met potloden. Dus daar heb je toch. Hoe moet ik dat nou zeggen? Het is de meest makkelijke vorm om mee te beginnen. Als je met kleuren wil beginnen, zou ik altijd adviseren iets met een potlood. Omdat je dat kent. Ik heb ook altijd met de Polygon als gewone potloden heerlijk gekleurd. Aquarelpotloden zijn natuurlijk net even, omdat je met water werkt, een ander techniek die je moet toepassen. Maar ik ga het je zo meteen, ik ga de camera inzoomen. En dan kun je echt stap voor stap met me meekijken. Ondertussen is het best druk in de chat, dus ik ga eventjes. Lezen, de vogeltjes fluiten. Ja, je wordt hier nu 's ochtends ook wakker, hè, met allemaal weer vogels. Dat is wel leuk, want Henk had vorig jaar allemaal vogelhuisjes gemaakt. En van de winter zaten er al heel veel kijkers hè, van vinden ze het prettig of niet. En nu hebben we al twee koolmeesjes die elke keer in hun nestje aan het klaarmaken zijn. Dus vind ik zo leuk. We hebben ook een hond. Even wachten hoor, wat zeg je nou? Ze mag niet met haar. Oh nee, ze mag nu niet mee, bedoel je? Ja, dat krijg je dan inderdaad ook nog, hè. Ja, die stippeltjes zijn super schattig, hè. Kinderen mogen alleen op berenjacht. Ja, zeker doe ik mee. Berenjacht, we hebben allemaal knuffels. Ik had niet echt een teddybeer, dus toen zegt mijn oudste dochter, nou mam, ik heb wel pandaberen. En pandaberen is ook een beer. Ik zeg, nou, helemaal goed. Dus we hebben pandaberen in onze vensterbanken staan. We hebben een teddybeer in onze vensterbank staan. Ik heb zelfs nog een konijn in mijn vensterbank. Ik heb nog een pandabeer. Dus ik doe zeker mee met de berenjacht. Ik vind het een heel goed initiatief. Berenjacht voor mensen die het niet kennen. Zet een knuffel in je vensterbank. Zodat kinderen die lekker toch even buiten willen zijn. Bij mensen naar binnen kunnen kijken of daar een beer staat. Je hebt zelfs bij ons in Elburg. Ik woon in Elburg. Een Facebookpagina waar je kunt aanmelden. En dat ze dus bepaalde routes uitstippelen. Zodat ze langs jouw huis komen. Dat ze dan weten dat er een beer staat. Dus ik vind het wel heel erg grappig. Beren voor het raam. Ja, meneer Beer. Nou, ik heb er dus ook ik heb een stuk of vier, vijf knuffels in mijn vensterbank staan. Dus dat.
Ben ook mee. Ja, ik moet ook zeggen, als je er nu wat op gaat letten, hè, als je buiten loopt, dan zie je inderdaad bij heel veel mensen ook echt knuffels in de vensterbak staan. Dus ik vind dat een heel goed initiatief. Ik ga starten met de potloden. Ik ga jullie even iets meer inzoomen, omdat het beeld voor jullie dan wat beter zichtbaar is. Voor mij is dat iets lastiger, omdat de camera uiteraard boven mij hangt en anders je meer beestjes kunt tellen dan dat je bij mij dus ik moet er niet boven gaan hangen, dat bedoel ik eigenlijk. Dus ik ga mijn best doen om zo recht mogelijk voor jullie te kleuren, maar zodat voor jullie het beste zichtbaar is. Nou, zo geloof ik dat het wel redelijk ingezoomd staat, hè? Alles staat zo in beeld. Ik begin uiteraard met deze. Teddybeer. Oh, meneer Beer. Teddybeer is mijn hond. Oh, meneer Beer heet jouw hond. Wat grappig. Ik heb zelf een Jack Russeltje dan die heet Puk. Maar ik wou vroeger altijd heel graag onze eerste Jack Russell. En die wou ik altijd Sjaak noemen. Dat vond ik gewoon een leuke naam voor een hond. Sjaak. Sjaak, kom hier. Maar dat vond Henk geen goed idee toen al niet. Dus het was een Max en nu een Puk. Een beer Pennington voor de raam staan is ook leuk. Ook, er is ook inderdaad een Facebookgroep voor Emmen voor de berenjacht. Ik denk inderdaad dat iedereen wel een omgevings Facebookpagina heeft voor de berenjacht hoor. Ik vind het wel een heel goed initiatief. Nou, volgens mij heeft iedereen een beer op zijn vensterbank. Heel goed dat iedereen meedoet. Ik ga beginnen met het potloodkleuren. Bij het potloodkleuren is het sowieso laagjes werken. Dus ik pak even een kladpapiertje. Als je met potloden werkt, kun je altijd gewoon rustig kleuren. Op het moment dat je vaker over je papier heen gaat, zo krijg je de donkerdere kleuren. Dus het is niet zozeer hoe harder ik op mijn potlood druk, hoe harder de kleur is. Nee, het werkt echt met laagjes. Dus je gaat er eigenlijk net zo lang overheen totdat je nou ja, het verschil krijgt van donker naar licht. Dus met potloden is het niet zo, ik ga keihard op mijn potlood drukken en dan krijg ik harde gedeeltes en zacht op mijn potlood drukken, krijg ik lichte gedeeltes. Nee, met potloden is het mooiste effect om met meerdere lagen over elkaar heen te werken. Zo krijg je de mooiste overloop. Dus dat kost iets meer tijd. Dus je gaat eerst gewoon zachtjes. Rustig inkleuren, vaak in een ronddraaiende beweging, omdat je dan ook vaker over hetzelfde heen gaat als je rond doet. En krijg je ook, vind ik zelf, het mooiste verloop. Dus je gaat hem eigenlijk rondom gewoon rustig inkleuren. En de binnenkant laten we open, omdat ik het wel mooi vind als je het verloopje van licht naar donker krijgt. Dus je gaat rustig inkleuren. En eigenlijk ga je nu aan de buitenkanten, dus aan de buitenkant van de paddenstoel, ga je daar alleen nog maar eventjes overheen. Zodat je eigenlijk echt een wat streepjesrand als buitenkantje krijgt. Ben ik nog een beetje duidelijk, jongens? Ik vind uitleggen altijd best wel heel erg lastig. Maar ik ben altijd blij dat je dan toch wel weer kan zien wat ik bedoel. Zodat het dan alsnog duidelijk is. Dus echt aan de buitenste rand zet je hem nog iets meer aan. Dus dat je zo eigenlijk al een klein beetje in het verloop ziet. En je ziet dat ik nu bewust wit binnenhoud, omdat je zo meteen met het water gaat werken. En anders zie je de overloop niet meer. En dan heb je gewoon een knalrode paddenstoel en dat wil je niet. Want het is leuk om schaduw te krijgen en dat krijg je door met licht en donker te werken. Dus dit is eigenlijk een beetje de basis die ik gebruik als ik hem ga inkleuren met de potloden. Ja, ik vind Faber-Castell is een ontzettend mooi pigmentvol product. Dat is wel heel erg mooi. In Italië tekenen ze regenbogen. Oh, ik ben ook helemaal into de regenbogen, maar dat ben ik eigenlijk altijd wel. Ik stempel inderdaad met VersaFine. Dit is een stempelinkt die echt mijn favoriet is, omdat je er heel mooi gedetailleerd mee kunt stempelen. Ik ben echt fan van VersaFine. Als ik met kaarten werk of met papier werk, pak ik altijd VersaFine. Werk ik op hout of andere producten, dan pak ik weer vaak Stazon. Maar mijn voorkeur is echt VersaFine, omdat die heel mooi de details heel mooi pakt. Het is een hele dunne inkt, waardoor die echt de details mooi pakt. Ik vind het, je ziet hier bijvoorbeeld ook echt, hij dekt hem mooi, hij pakt hem gewoon goed. Oh, Stephanie, vreselijk. Stephanie zegt in de chat: ik heb je lekker op de televisie gezet. Ja, dat kan natuurlijk. Dan krijg je je levensgroot mee. Maar dan denk ik altijd: oh,
Ik heb altijd maar liever gewoon in een klein dingetje. Leuk. Vind ik altijd leuk, hè, om te zien, hè, wat zijn jullie aan het doen? Nou, Stephanie zegt inderdaad dat ik op de televisie ben. Dus nou, dan ben je in ieder geval, ga je er even lekker voor zitten waarschijnlijk. En vind ik altijd wel leuk. Wat ben je aan het doen? Ben je gewoon, sta ik op de achtergrond? Of wat ben je aan het doen? Ik heb een waterbakje hier neergelegd. Die leg ik even iets dichterbij. Het staat toch niet in beeld, dus daar heb ik er geen last van. Pak even mijn penseel, die maak ik nat. Ik gebruik het liefst gewoon dit soort penselen. Je krijgt als je het setje koopt van de verf, zit er een watermarker bij in waar je mee kunt werken als penseeltje. Ik zal je het verschil laten zien. Ik zelf vind dat iets minder fijn, maar dat is echt waar persoonlijk. Als je die verfset koopt, zit daar deze bij in. En dan heb je dus zo'n. Ik zal hem even laten zien. Kijk, dan zit er dus zo'n penseeltje aan, zo'n waterpenseeltje. En normaal gesproken doen mensen hier water in, loopt dat reservaatje door en dan komt hier het water uit. Zelf als ik dit soort producten gebruik, doe ik hier nooit water in, zodat ik zelf mijn waterdosering kan bepalen. Want ik heb ook nog wel eens de ervaring dat ik in één keer een heel dun stukje doe, krijg ik in één keer een heleboel water tegelijk naar binnen. Dus dat wil ik eigenlijk zelf liever niet. Dus ik doe hier nooit water in, maar kan me wel voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld grotere oppervlaktes kleuren, het weer heel prettig is om hier water in te doen. Maar mijn wanneer ik kleur, zijn het vaak kleine onderdelen en dan vind ik het zelf prettig om te doseren. Dus mijn voorkeur is zelf altijd gewoon dunne penseeltjes. En ik heb een penseeltje nummer 1, maar je hebt ook nog dunner 00 en 0. Dan heb je 1 en dan zo loopt dat op. Maar 1 is eigenlijk over het algemeen wel een nummer waar ik zowel groot oppervlaktes en kleine oppervlaktes mee kan kleuren. Ik lig al in bed, of ik lig in bed al 2 weken. Oh, dat klinkt niet prettig, Nikki. Ik zit op de bank met mijn iPad en een kopje koffie. Heerlijk. Lekker, Ali. Nee, valt mee. Voor het eerst een beetje uitgeslapen na 3 weken. Oh ja, dan is groot beeldscherm misschien wel prettig. Oh, lachen. Leuk. Goed, ik maak mijn penseeltje dus wat vochtig. En dan ga ik eigenlijk het eerst vochtig maken waar helemaal niks, geen potlood te bekennen is. Namelijk in het midden. En dat doe ik omdat ik eigenlijk hier het heel licht wil houden. Pak ietsjes water erbij. En dan ga ik het eigenlijk een klein beetje uitbreiden naar de buitenkanten. Maar niet te veel, want dit ga ik nu al van mijn penseel afhalen. Normaal zou ik daar even een doekje voor pakken. Omdat ik namelijk niet wil dat het hier heel donker gaat worden. Dus het overtollige van het water haal ik eraf. Ik heb hier, dat zien jullie niet, maar hier ligt een doekje. Het is echt een klieren doekje, een heel smerig doekje. Maar daar haal ik het even mee af. Zie dat ligt hier. Maar dan haal ik daar even het overtollige kleur vanaf. Zoveel kleur zit er in die markers. Lekker dichtbij. En het mooiste is wel als je dit eventjes doet en je werkt het door. Dus ik ga hem eventjes doorpakken. Maar het overtollige kun je gewoon van je potlood afhalen en weer doorkleuren. Zie je, zo hou ik toch een beetje die lichte kleur aan de binnenkant van mijn paddenstoel. En zie je hoeveel kleur het bevat? Nou, dit ga je dus allemaal met elkaar mengen met het water. Kijk, en dan zie je ook in één keer dat die rood veel intenser wordt. Doordat daar water aan toegevoegd wordt. Zie je dat hoeveel kleur er in die marker of in die potloden zitten? Dat zul je zo meteen met de marker ook heel goed zien. En nu ga je het eigenlijk het overtollige dus qua kleur eraf halen. En het een klein beetje laten overlopen. Zodat die overloop het mooiste pakt. Nogmaals, ik hang er een beetje boven, dus ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Nou, en zo ga je eigenlijk net zo lang door dat je denkt, oké, nou, zo vind ik hem mooi. Het is met potloden niet makkelijk om nog wat achteraf toe te voegen. Dus maak hem eigenlijk af en stop niet tussendoor. Zoals ik in het begin deed, dan ben ik nog aan het kletsen. Maar met dit soort dingetjes kun je beter maar gewoon even doorpakken. Kijk, en dan zie je dus wel, ja, jullie zien een beetje de weerspiegeling van het water. Maar zo zie je wel de overloop mooi van de paddenstoel. Zie je dat? En dat is een beetje wat dit effect doet. Goedemorgen, Sonja. Ik heb net mijn thee op. Goed zo.
Ik kijk alleen naar jou zonder iets verder te doen. Nou, dat is altijd het beste, want dan leer je vaak het meest. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je ondertussen alweer andere dingen aan het doen bent. Lekker aan het meekijken, tegelijk mondkapjes aan het naaien. Heel goed, Danielle. Ja, die maak je zelf. Terwijl mijn vriendin werkt in de zorg, zeg maar. Die laat af en toe zo foto's zien met haar mondkapje om. Ja, het moet natuurlijk, hè. Maar die sluit ook echt enorm af. Je zou er al bijna benauwd van worden om zo'n ding op te zetten. Ja, ik maak wel Astrid, mijn penseel elke keer weer vochtig. Ik haal eigenlijk, als het ware zit er kleur op mijn penseel. Die ga ik er eigenlijk weer afhalen. En dan heb ik hem uiteindelijk, dan zit er dus ook weer water aan mijn penseel. En zo doseer ik een beetje. Kijk, en als die nu een beetje droog is en je zegt van, nou weet je, hier wil ik nog een klein beetje achteraf herstellen. Dan kan dat nog wel hoor. Zie je dat? Dat je denkt, oké, nou hier wil ik iets toevoegen. Is wat lastiger, maar als die nog een beetje vochtig is, kun je hem wel nog een beetje herstellen. Nou, en dan, kijk, ik vind het juist wel mooi dat er een verloop van dat licht naar het donker in zit, hè, omdat je zo wel een beetje de schaduweffecten krijgt. Dus dit is een beetje het effect wat je krijgt met potloden. Met de markers gaan we nu aan deze kant doen. Dus ik schuif hem zo, ietsjes op. En heb ik exact hetzelfde kleurnummer, dus die 219. Deep Scarlet Red. En deze heet uiteraard ook Deep Scarlet Red. De potloden zijn over het algemeen gewoon los verkrijgbaar. Dus je kunt per kleurtje je potlood aanschaffen. Ik had het geluk dat ik alle 120 tegelijk cadeau gekregen heb met Moederdag. Maar je kunt de potloden zeker gewoon per stuk bestellen. Dat zou ik ook zeker doen. Potloden zijn, ik geloof, verkoop 1,85. Wat ik altijd deed is met de gewone kleurpotloden, maakte ik gewoon een kleurenkaart en gaf ik mezelf elke maand 3 of 4 potloden cadeau. En dan heb je een relatief klein bedrag, maar zo heb je wel elke keer dat je je collectie uitbreidt. En ben ik gewoon begonnen met huidskleurtjes. En zo bouwde ik het op. Ik werk zelf graag met roze en blauw. Nou, dan kocht ik 2 of 3 kleurtjes, verschillende kleurtjes blauw of 3 verschillende kleurtjes roze. En zo breidde ik dat elke keer uit. Dus dat kun je zeker met de potloden, juist omdat ze allemaal los verkrijgbaar zijn. En je niet Tuurlijk ben je goedkoper uit als je sets aanschaft, hè? Want er zijn natuurlijk ook setjes van 3 tot 12, tot 24, tot 36, 48. En zo loopt dat op. Maar ik heb ze zelf vaak allemaal los, in ieder geval de potloden. Achteraf gezien had ik het beter gewoon als set kunnen kopen. Maar ik vond het ook leuk om mezelf elke maand een paar potloden cadeau te geven. Dus dat is een beetje hoe je wil werken. Dat geldt trouwens ook voor de markers. De markers zijn er in het algemeen. Ik zet jullie eventjes uitvergroot terug. Want dan kan ik het je even laten zien hoe die set eruit ziet. Want daar ben ik wel heel trots op. Kijk, die markers. Die zijn los verkrijgbaar ook. Hè. Die zijn, ik geloof, iets van 3,85 van marker. Die zijn iets kostbaarder. Maar er zit natuurlijk ook een stift in. En daar zijn maar 30 kleuren in het totaal van verkrijgbaar. Dat zit in mijn geval in zo'n kartonnen doos. Dan zitten er al deze kleurtjes zitten erin. Dus dat ben je echt wel verzekerd van alle kleuren. Want je werkt met alle kleuren van de regenboog. En als je die set dan opdoet, dan liggen ze normaal gesproken ook op kleur gesorteerd. Maar ik heb natuurlijk al een selectie voor jullie eruit gehaald. Dus dat werkt natuurlijk niet. Maar dan werk je op laagjes. Dus hier zitten dan de blauwtintjes in. Hier zitten de bruin en de huidskleuren en de grijs en zwart bij in. En hieronder zitten dan de geel, rood en oranje kleuren. En onderliggend kun je ook mengen met deze kleuren. Dus dat ga ik je ook nog eventjes laten zien. En dan is het waterpaletje wel even prettig om te laten zien, omdat ik daar heel mooi op kan mengen. Dat verfpaletje heeft namelijk aan de binnenkant een wit. Normaal meng ik altijd op mijn craftsheet. En er zijn terecht ook vragen, vorige keer ook dat ik aan het kleuren was. Heb je ook witte craftsheets? Want dan kun je wat makkelijk de kleur mengen. Nou, die zijn er nog niet. Althans, die hebben wij nog niet in het assortiment. Ik heb ze ook nog niet echt gezien. Maar dan is zo'n paletje wel even prettig. Of op een acrylblokje werken met een wit papiertje erop. Dat kan natuurlijk ook. Maar nu is voor mij is dit wel prettig. Dus ik leg dit paletje even hier neer. Kijk, want dan kun je dus, stel dat je maar de losse markers zelf koopt. En jij koopt bijvoorbeeld alleen maar een rood en een gele marker. Hè, dan hoef je in principe in het begin niet eens een oranje aan te schaffen. Want die zou je zelf kunnen maken door een klein beetje rood aan te brengen. En uiteraard natuurlijk geel. En als je dat op zo'n paletje doet en je gaat dat mengen met water. Dan kun je op deze manier, en dat is dan weer het voordeel van de markers. Je eigen oranje maken. Hè, dat moet je natuurlijk even een klein beetje. Ik doe dat nu even snel.
Maar zo zou je in het begin, in plaats van dat je oranje aanschaft, je eigen oranje kunnen maken. Zie je dat? Dus als je de markers te kostbaar vindt, meng ze dan onderling. Zo kun je dus ook paars maken. Zo kun je groen maken en zo kun je ook oranje maken. En dan heb je in principe de basiskleuren nodig. Dus een rood, een geel en een blauw. Met die drie kleuren kun je dus ook nog oranje, groen en paars maken. Dus dan heb je in het begin een aantal markers nodig. En zo hou je het voor jezelf ook betaalbaar. Ik weet dat ik met dit soort markers veel kleur. Dus dan is het uiteraard weer goedkoper om een setje aan te schaffen. Maar dat is de afweging die je zelf kunt maken. Oh, je maakt ze voor de thuiszorg Meppel. Wat goed van jou, Danielle. Natuurlijk zijn er verschillende merken verkrijgbaar. Oh, sorry, als potloden. Dat vind ik met Faber-Castell en dat vind ik ook met de Clean Colors van zich. Het verschil zit hem vaak in de prijskwaliteit, omdat de pigmentvorming van dit soort producten vele malen hoger liggen dan de goedkopere producten. Daar zit het prijsverschil echt in. De kwaliteit en de kleurheid en de kleurechtheid. Nettie, welkom. Oh ja, nou, ik ben lekker aan het uitleggen over de potloden van Faber-Castell, dus de waterpotloden, de aquarelpotloden. De aquamarkers, die zijn nieuw in het assortiment. De watercolormarkers, dus eigenlijk zeg maar een aquarelpotlood in een markervorm. Sinds deze er is, werk ik makkelijker, sneller met de marker. Maar dat is omdat ik markers gewoon heel prettig vind met kleuren. Potlood is wat traditioneler. Nou ja, en ik laat jullie vandaag eigenlijk even letterlijk het verschil zien van de twee, drie eigenlijk. Ik ga zo meteen ook nog met verf werken met de kleurmediums. Nou, in dit geval, oh, dat is natuurlijk, even kijken, hoe ga ik dat doen? Ik ga deze even hieronder verstoppen, zodat het denk ik voor jullie het makkelijkste zichtbaar is wat ik ga doen. Want dan kun je precies zien wat ik doe. Want ik ga eerst de kleur aanbrengen direct met mijn marker. De marker heeft trouwens deze punt, vind ik, deze punt, zo. Vind ik zelf het prettigst omdat je er hele dunne lijntjes mee kunt maken. Aan de andere kant hebben ze hem rond. En deze is vooral makkelijk als je wat grotere oppervlakte wil maken. Of dat je, ja, dit is met een rond boogje. Persoonlijk, ik vind de andere kant fijner omdat ik er wat dunner gedetailleerder mee kan werken. Maar beide kanten kun je natuurlijk doen. En als je ze bewaart, in dit geval liggend bewaren, omdat je met twee kanten werkt van een marker. Als je hem liggend bewaart, dan blijft die inkt ook goed. Want je kunt je voorstellen op het moment dat je een marker zo gaat wegbrengen, dat alle inkt natuurlijk ook naar beneden stroomt. En wat er aan beide kanten een punt zit, adviseren we altijd liggend te bewaren. Ja, een fel wit papier lamineren kun je inderdaad zeker ook de kleuren mengen. Ik doe dat zelf altijd, omdat ik het wel gewend ben, heb ik het eigen gemaakt op mijn craftsheet. Vind ik gewoon makkelijk. Maar zeker kun je een wit velletje lamineren. Of je doet een acrylblok met een wit papiertje eronder. Hey, op dit gebied, nou zie je gelijk hoe vies mijn acrylblok is. Maar goed, dat staat even los ervan. Kun je hier natuurlijk ook op kliederen, hè? Maar ik vind dit nu wel prettig voor jullie om het zo uit te leggen. Nou, Martin, dank je wel. Want ik voel me altijd een beetje chaotisch als ik ga uitleggen, omdat ik heel veel praat. Maar ik hoop dat het altijd maar duidelijk is. Ja, nee, ik bedoel ook niet dat jij. Maar vaak zitten er wel. Het prijsverschil zit hem vaak in de kwaliteit, pigmentvorming van de markers. En daar heb je dus inderdaad wel verschil in. Altijd kleuren, hè? Ik vind het ook heerlijk. Ik vind kleuren, vooral ook in deze tijd, het is toch een beetje onrustig, merk ik zelf ook wel. Dan vind ik het echt heerlijk om te gaan kleuren. Gewoon lekker, niet eens zozeer dat ik er een kaart mee maak, maar gewoon lekker kleuren. Dat werkt gewoon heel erg ontspannen. Ik ga rood aanbrengen op mijn onderkantje, maar ik ga zeker ook rood aanbrengen rechtstreeks op mijn papier. En je ziet het al, hè, deze kleuren, deze markers, zit he gelijk heel veel kleur in. Dit zijn echt hele felle tinten. Hè. Ik werk ook wel vaak met de clean colors. Clean colors zijn veel zachter en rustiger van kleur. Faber-Castell is gewoon echt bam. Echt lekker veel kleur. Dus hou daar ook rekening mee. Dus maak deze rand zeker niet te breed. Want ook hier wil ik natuurlijk het wit weer een beetje wit houden.
Ik denk dat ik niet eens meer aan de achtergrondkleuren toekom. Maar dan ga ik daar even een YouTube-filmpje van maken om die achtergronden mee te maken. Want ik vind het ook wel even belangrijk dat ik goed even uitleg. Kijk, dan kun je op deze manier gaan werken om de binnenkant eventjes, of deze lijn iets rustiger te maken. En waarom doe ik het nou op het bakje hier? Omdat ik daar zo meteen mee kan gaan doseren. Dus ik ga nu even ietsjes meer. Ik pak even iets meer water. Normaal zou ik dit wat rustiger doen. Maar ik wil ook graag even het verschil laten zien. Dus hier ga ik heel rustig kleur aanbrengen. Kijk, en om die overloop mooi te krijgen, ga ik vanaf dit bakje werken. Dus vanaf dit bakje ga ik wat mengen. Doe ik nog een klein beetje water erop. En vanaf hier ga ik deze randjes een beetje opvullen voor het kleurverloop. En ook hier, als je te veel hebt, haal het er dan af. Maak je kwastje even schoon. En ga dan op die manier doseren. Want er zit gewoon ontzettend veel pigment in, zowel de potloden als in de markers. Kijk, en zo doseer je eigenlijk een beetje het kleuren. En zie je dat deze dus ontzettend fel is. Nou, en je kunt hem eigenlijk gewoon een beetje bijwerken vanaf deze kant. Hij zegt, nou, ik wil hier nog een klein beetje accentjes aanbrengen. Of ik wil hem in de hoek toch iets donkerder maken. Nou, dan werk ik het liefst dus vanaf een acrylblokje. Of vanaf dit verfpaletje. Of vanaf, nou ja, wat jij dan gelamineerd velletje. Wat jij dan voor jezelf hebt gemaakt. Nou, zo ga je er net zo lang eigenlijk overheen. Totdat je denkt, nou, zo vind ik hem mooi. Kijk, en dan krijg je dus een beetje dit effect. En als je dat dan weer vergelijkt met het potloden, dan zie je toch wel dat daar een kleurverschil in zit. Zie je dat? En dat is, het is niet mooier, het een is niet mooier als het andere. Maar het is ook een beetje wat jij zelf mooi vindt, wat jij persoonlijk mooi vindt. Ik heb inderdaad het waterartpapier van Kippers. Dat gebruik ik eigenlijk, maakt niet uit of ik nou met potloodkleur of met water werk. Het is een aquarel papiertje, maar hij is zo fijntjes dat je er ook perfect mee achtergronden kunt maken met stempelinkt. Je hoeft er niet eens met water mee te werken. Ik vind het ontzettend prettig. 185 grams is het inderdaad, waterart heet het. En het is ontzettend voordelig papier. Er zitten 40 velletjes in, maar je betaalt daar helemaal niet veel voor. Ik gebruik het overal voor. Geldt ook voor de zichtmarkers. Officieel alle markers moet je liggend bewaren. Heb ik mijn clean colors wel staand. Omdat op deze kant de kleurnummers staan, vind ik het prettig. En omdat deze marker maar één kant heeft, is het wat minder erg. Maar wij moeten wel altijd adviseren: leg je markers rechtop, zo liggend weg. Dus dit is een beetje het verschil. Zo is het wat makkelijker zichtbaar, denk ik. Van de dus potlood en de marker. En wat dus zometeen ga ik ook nog even achtergronden maken met de markers. Dat kun je dus ook hele leuke achtergronden mee maken. Ga ik ook nog even proberen. Maar ik wil ook nog even het verf laten zien. Dat heeft weer een heel ander effect. En die heeft ook nog glansjes erin. Dus die ga ik nu even pakken. Dus ik pak weer even een nieuw papiertje. Dan ga ik weer eventjes voor jullie dat elfje op stempelen. Die ligt denk ik nog wel ergens hier. Dus met mijn VersaFine stempelinkt. Dames, zou even jullie even de deur ietsjes open willen doen? We hebben een houtkachel hier en het is natuurlijk heerlijk. Ik heb altijd koud, maar het wordt nu wel erg warm hier. Ik heb hem op vol vermogen. Dames, ze luisteren helemaal niet. Hè? Dames, wil jij heel even de deur even op een kiertje zetten? Eén van jullie even. Wie kan dat makkelijk? De een heeft de hond op schoot, de ander heeft de koptelefoon op. Ze horen me hier niet eens. Dat is heel fijn. Ze zijn wel heel stil, hè? Ze zijn keurig. Ja, jullie moeten huiswerk maken, maar het zegt ja, maar dat komt omdat ik huiswerk moet maken. Oh, mag wel iets verder open hoor. Jullie hebben ook allemaal rode wangen. Straks denken jullie ook, ik heb het warm. Ja, dankjewel. Oh, ik heb een stukje niet beïnkt, zie je dat? Nou, als je hem dus niet beïnkt, dan pakt hij hem ook niet. Dat is. Deze heeft, nou ja, het valt zo op, maar. Normaal zitten hier nog voetjes aan. Goed, dan ga ik werken met het verfpaletje. En dan ga ik even kijken. Dan moet ik het even anders doen voor jullie, denk ik. Even iets verder uitzoomen, maar wel dat het zichtbaar is.
Nou, dit paletje met verf, die zijn niet los verkrijgbaar. Hier zijn maar 3 sets van. Het ziet er zo uit. Het doosje, als je eromheen kijkt, ziet er zo uit. Ik heb voor het kleinste doosje gekozen, 24 stuks. Er is volgens mij ook een 36 en 48. Maar dan zou je even de site moeten kijken. Onderaan bij ons vind je een link met de artikelen die ik gebruikt heb. Dus daar zou je even kunnen kijken. Dit zijn de 24 kleurtjes. En hier staan ook weer de kleurnummers. Nou had ik net 219. Nou zit die hier niet in. Maar wel een 126. Dus daar ga ik nu voor deze rood. En het leuke is, er zitten twee metaliek kleurtjes in. En die wil ik zo meteen ook even laten zien. Want die zijn ook ontzettend leuk. Er zit dus een paletje in, hè, wat je net hebt laten zien. En er zit een dingetje bij in. Voor de verfliefhebbers, je kunt hem ook nog zo vasthouden. Je zou hem ook eventueel, maar dat heb ik geprobeerd, het is niet heel stevig. Maar je zou hem ook nog zo kunnen neerzetten. Dan heb je hem, zie je dat, dan heb je hem iets schuiner. Hè, voor de mensen die dat prettig vinden om zo te werken. Maar ik leg hem zo meteen weer plat hoor. Maar ze hebben hem eigenlijk bedacht om hem zeg maar zo vast te hebben als paletje als je echt schildert. En dan zou ik in dit geval, want ik ben rechtshandig, maar dan zou ik hem zo vast kunnen houden en dan kan ik vanaf daar werken. Maar zo kunstenaarachtig ben ik nou ook weer niet. Ik ben gewoon een kaartenmaker, dus ik leg hem gewoon lekker op mijn bakje. En dan zit er dus, als je dit setje aanschaft, een klein sponsje bij in. Dat vind ik echt oprecht heel handig. Daar kun je namelijk gewoon water op doen in plaats van een waterbakje. Vind ik fantastisch. En er zit zo'n hoe moet ik dat nou? Een watermarkertje bij, waar je dus normaal gesproken water in kan doen. En zo doseer je als ware, doseert hij zelf. Als ik met dit soort producten werk, doe ik er geen water in en werk ik vanaf hier gewoon net als met een penseeltje. Deze is wat grof, dus ik kies er wel voor om gewoon mijn eigen penseel te gebruiken. Maar deze krijg je er wel bij. En aan deze kant kun je natuurlijk, net als dat ik met de marker heb gedaan, lekker kliederen om je eigen kleurtjes nog extra toe te voegen. En als ik met de verf gaan werken, dan maak ik wel de nopjes, wil ik zeggen, maar dit maak ik even goed nat. Ga ik hem eerst even goed mengen met elkaar, zodat ik hem echt goed de verf op mijn kwast heb. Je ziet het al, het wordt dan gelijk een stukje dikker. Dus het wordt echt een beetje de verflaagje waar je mee gaat werken. En dan, even kijken hoor, is het nou allemaal nog een beetje. Zou ik jullie toch maar even iets inzoomen? Is denk ik voor jullie wel te prettig. Jullie hebben nu gezien hoe het eruit ziet. Want ik denk dat jullie het leukste vinden om te zien hoe het resultaat is. Kijk, en dan zit er dus best wel heel veel verf op mijn kwastje. Kijk, en dan zie je ook al wel dat de substantie vele malen dikker is dan de markers en de potloden. Nou, en dat is natuurlijk ook weer het voordeel van de verf. En dan krijg je dus echt een beetje, ik vind het wel heel leuk, een soort dikkere coatingje eroverheen. Nou heb ik natuurlijk ook bewust echt even wat veel gepakt, hè, dus dat ik echt dat dikke laagje krijg. Maar je zult zo meteen zien, je kunt hem ook veel lichter maken door gewoon water toe te voegen. Kijk ook even in mijn bakje met hoeveel pigment er in dat verf zit. Ontzettend veel. Nou, de binnenkant ga ik eventjes met water doen, want anders komt het misschien iets te knal. Kijk, en dit kun je dan heel zachtjes erbij gaan mengen. Maar je ziet dus echt het verf. Dan heb ik iets te veel water. Dus ik ga even kijken of ik dat er nog ietsjes af kan halen. Maar het leuke hiervan juist is dat je dus dat dikke coatingje juist heel leuk terugziet op je kaart. Het maakt het wat, ja, echt alsof je geschilderd hebt. Dus ik wil nog steeds die binnenkant van die paddenstoel wil ik zo licht mogelijk houden. Nou, normaal gesproken zou ik tegen jullie zeggen, laat het heel even een klein beetje drogen. Ik probeer er nu even wat water af te halen. En dan het leuke is dat je dus nu juist weer met die verflaag eroverheen, dus echt die coatlaag gaat aanzetten. En dat zul je zo meteen zien als ik hem van de zijkant denk ik laat zien. En misschien is het nu ook wel zichtbaar. Nou, hij knalt er natuurlijk sowieso wel uit. Maar je krijgt dus echt het verflaagje eroverheen. Nou, even snel natuurlijk om het effect even te krijgen. Normaal moet je dit echt wel even iets rustiger met beleid doen. Maar zie je dat je dus echt dat. Ik denk als ik hem zo laat zien, ook nog niet echt goed zichtbaar is. Maar er zit echt een laagje op. Nee, het is niet te zien, hè? En
Coatinglaagje, suikerlaagje. Even kijken, waar gaat het over, jongens? Gebruik ook altijd het water uit papier, fijn papier. Ik weet niet helemaal. Ja, het Ultra High Clear Embossingpoeder is de officiële benaming van inderdaad het suikerpoeder. Wat ik altijd gebruik van de Wow Embossingpoeder. Maar ik weet even niet wat het verhaal hiervoor, hoe het verhaal hiervoor gaat. Even kijken hoor, of ik dat terug kan zien. Volgens mij niet. Ik wilde straks gaan bestellen, maar ik twijfel over een product. Daar werk je nu niet mee, dus ik hoop dat ik het mag vragen. Dat suikergoedje, wat je over... Ja, het heet inderdaad Ultra High Clear van Wow. Zo heet het, ja. Ultra High Clear. En dat is inderdaad mijn suikerpoeder. Ja hoor. Ja, dus als je op Ultra High Clear zoekt, op Wow, dan vind je hem wel. Je hebt een klein verpakking en dan heb je een grote verpakking. Oké, top. Nou goed, even vraag tussendoor. Is het deze? Nou, even dubbele punten. Volgens mij mag jij geen linken plaatsen. Maar ik wil zo meteen best wel even voor je onder de video even de link zetten van de clearpoeder. Ja, de Ultra High Clear Embossing Poeder. Zo is de officiële benaming van Wow, WOW. Je krijgt er echt zo'n hele coatinglaag overheen. En die coatinglaag, nou ja, dat is natuurlijk niet wat dit is. Dit is een ander soort coatinglaagje. Maar je krijgt dus wel echt een verflaagje. Ik zou nog even voor jullie eventjes nog een keer een laag eroverheen aanbrengen. Niet dat ik dat normaliter zou doen, maar het gaat maar even om hoeveel kleurverf erop zit. En zo zie je echt, zie je dat? Nu zie je het wel, denk ik, dat er echt een dikke laag op zit. En zie je dat je zo heel leuke accentjes kan doen. Ook bijvoorbeeld met gras, hè. Als ik bijvoorbeeld gras kleur met dit soort producten, is dat natuurlijk ook heel leuk. Want dan krijg je echt dat dikke grascoatingje. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Kijk, dan doe je hem eerst even in de licht aanbrengen. Maar als je er zo meteen dus weer overheen gaat. En dan maak je hem dus echt even als een papje. Zien jullie dat nog? Ja, dat kunnen jullie nog net in beeld zien, hè. Dan ga ik er even net zo lang met mijn penseel heen dat ik dus echt goed gemengd heb. En dan zie je ook echt wel dat daar een soort goedje ontstaat. Kijk, en als je die dan met zo aanzet, dan krijg je dus echt. Ik zou het echt even overdreven doen. Heel leuk dat verfcoatingje. Zie je dat? Dan krijg je dus echt zo'n verflaagje eroverheen. Het is dezelfde kleur, hè? Maar hier heb ik dus gewoon heel veel water gebruikt. En hier heb ik bijna geen water gebruikt. Kijk, en dan kun je de kleuroverloop natuurlijk even nog ietsjes zo aanzetten. En dan is die verloop wat mooier. Maar zie je hoe dik die laag van die verf is? Dit is echt verf. Nee, je krijgt de linker niet, hè? Nee, maar volgens mij hebben wij ook geen toestemming om linken te plaatsen in de chat. Dus ik denk dat dat meer in de instellingen zit. Dat ligt niet aan jou, hoor. Maar het heet Ultra High Clear Gloss. Oh, maakt niet uit. Er staat bericht ingetrokken, Carine. Dus ik zie hem niet, hoor. Maar volgens mij denk ik ook niet dat je de toestemming... Ja, hij gaat een beetje glimmen, hè? Zie je dat? Dus dan zie je wel dat er echt een laagje op aan zit. Zie je dat? Ja, het is heel moeilijk om te laten zien hoor, op de camera. Maar het is wel heel leuk om. Krijg je nu pas de melding, Sonja? Dat is een beetje laat, ik ben bijna klaar. Maar dit is dus. Oh, de wintertijd. Nou, zou dat het zijn? Nee, dat moet bijna niet, toch? Ik heb eigenlijk geen idee. Oh, ik zou het morgen even aangeven. Nee, maar goed, graag gedaan, Stephanie. Nou, dan laat ik nog eventjes goed het resultaat zien. Het verschil eigenlijk van dus die drie kleurmediums. Hè, want heel veel mensen vragen ook van, ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Of ik nou potlood gebruik, of ik nou de marker gebruik, of nou de verf gebruik. Nou, dit is dus gekleurd met potlood. Hè, met de Albrecht Dürer Faber-Castell aquarel potlood. Is de officiële benaming. Dit is gedaan met de marker. En dit is gedaan met de verf. Nou, je ziet natuurlijk dat die verf natuurlijk het meest dik aangezet zit. Maar dit is een beetje het verschil. Tussen die verschillende kleurmediums. Ik heb ook geen melding gekregen. Nou ja, ik krijg hem ook net binnen. Nou, dan heeft het inderdaad te maken, denk ik, dat hij bij wijze van spreken ingepland stond. Maar inderdaad op de andere tijd, op de wintertijd nog. Ja. Ik kreeg de melding al na 2 minuten. Oh, oké. Okay. Wil je trouwens melding ontvangen? Hè? Klik dan even op het belletje. Hè? Sowieso vind ik het heel leuk als je je abonneert op ons kanaal. We zetten er wekelijks nieuwe introductievideo's op.
Deze techniek die ik behandel staat ook nu als video eventjes dat je terug kunt kijken. Hoef je niet een heel uur terug te kijken. Maar dan wordt het even samengevat. Dus dat hebben we al, die videoopnames zijn al gemaakt. Dus dan kun je de techniek ook nog eventjes rustig in een paar minuten terugzien. Het verschil tussen de drie verschillende kleurmediums. Maar het leuke van een live is dat ik er gewoon even wat dieper op in kan gaan. En het net even iets uitgebreider kan laten zien. Maar als je je abonneert, dan krijg je ook een melding wanneer er weer nieuwe video's opgezet zit. En krijg je dus inderdaad een herinneringsmailtje in je inbox. En daar staat er dan bij van nou over een uurtje of over een half uurtje of over 20 minuten is Martine live. Kijk gezellig met ons mee. Oh, nou, dus dat ligt dan misschien. Ik weet niet waar het aan ligt, maar de ene heeft hem wel op de goede tijd en de andere op de oude tijd. Dus graag gedaan, Wilma. Ik ben eigenlijk nog niet klaar, want ik wil eigenlijk nog wat meer laten zien. Want wat er ook nog in deze set zit, draai ik hem even zo om. Er zitten ook twee, dat zie je nu ook wel op de camera, hè. Er zitten ook nog twee metallicjes in. Die zijn ook heel erg leuk. Die heb ik bijvoorbeeld gebruikt in mijn voorbeeldje voor de vleugeltjes. Hier geldt hetzelfde mee. Maak deze nopjes even goed nat. Maar ga hem dan vervolgens ook mengen met dus dat je er echt even een soort papje van maakt. Want dan komt die metaliek het mooiste uit. En dit is ontzettend leuk voor kleine accentjes aan te brengen. Zoals dan in dit geval even, omdat het natuurlijk een fairy tale is, leuk is voor op haar vleugeltjes te doen. Kijk, en als ik die nu erop aanbreng, dan krijgt die vleugeltjes, of krijgen die vleugeltjes, een heel leuk glansje over hun vleugeltjes heen. Dan kun je natuurlijk ook voor kiezen om die vleugels eerst bijvoorbeeld paars te maken en dan die eroverheen aan te brengen. Dan krijg je paarse glans. Maar je krijgt hier dus ook heel leuk die goudglans. Die kun je ook natuurlijk mengen. Hè, als ik die bijvoorbeeld over het rood zou aanbrengen, dan krijg ik dus een beetje een rood-goud kleurtje. Maar kijk hoe leuk. En ik ga hem even proberen of ik jullie hem wat dichterbij kan laten zien. Maar dan krijg je dus echt zo'n glansje over je, in dit geval, vleugeltje heen. Maar je kunt hem ook aanbrengen op de paddenstoel. Kijk, dan krijg je. Je kunt hem ook mengen, zie je dat? Dan krijg je een iets wat een subtiel glansje over de kleur. Maar dit zijn dus echt die metallics. Die zitten er dus ook in. En inderdaad, Darlien, ik ben gek op bling bling. Alles wat ook maar glanst of glittert, daar ben ik helemaal voor te vinden. Dus ik hou ervan. Maar die heb je dus niet in een marker. Die heb je ook niet in een potlood. Die zit echt alleen in het verfpaletje van de Faber Castell. Maar jij was natuurlijk op tijd, Sonja. Helemaal goed. Maar ik weet niet hoe het precies kan hoor. Dus dit is ook heel leuk om. Nou ja, die zitten er dus bij. Een goud en een zilver. Die zilver kun je perfect ook voor wit gebruiken. Kun je ook onderling mengen. Hè? Stel dat je hier je eigen kleurtje hebt gemaakt en je wil hier een beetje goud toevoegen. Kun je dat natuurlijk hier ook heel leuk mengen. Dan heb je dus een goud-rood glansje eroverheen. Zie je dat? En kun je vanaf die plek gaan werken. Kijk, en dan krijg je dus dit idee. En dan krijg je dus echt dat rood met een goud glanslaagje. Dus deze kleur kun je dus onbeperkt combineren met alle kleuren die je natuurlijk in het paletje hebt. Je moet altijd er een papje van maken, Stephanie. Omdat eigenlijk als het ware die verf moet hechten. En daar, dat doe je als je alleen maar een klein beetje. Kijk, ik zal je het verschil ook wel laten zien. Pak even een felle kleur. Is zichtbaar, hè? Ja. Kijk, als ik alleen zo doe en ik ga hem schilderen, dan wordt die kleur zo. Maar ga ik even een papje van maken. Dus ik ga er even goed overheen met mijn penseeltje. Dan wordt die kleur vele malen intenser en ook dikker. En ik denk dat je het misschien ook al wel een beetje aan mijn penseel kunt zien. Dan wordt het echt een beetje verf. En als je het dan aanbrengt, kijk, dan krijg je echt de stuggere, dikkere verf. Zie je hoeveel verschil het is? Tuurlijk kan je het ook gewoon, als je het niet mengt, krijg je vele lichtere kleuren. Maar ga je hem wel mengen en ga je hem echt intens activeren door het water aan te brengen, dan wordt de kleur vele malen donkerder. Dus dat is het verschil of je nou wel of niet gaat mengen met het water op je verfpaletje. Dus dat is wel. Oh, heb je dat fout gedaan? Nou ja, doe het op deze manier. Je zult zien, dan worden de kleuren veel helderder en veel intenser van kleur. Het hoeft niet, maar het is wel het makkelijkste. Dus als je. Ja. Ja, leuk hè? Dat is wel het leuke. Dat is dan het enige misschien leuke. Dat als je wel verplicht thuis moet zitten omdat je niet aan het werk mag, kun je wel gezellig met mij op maandag meekijken. Is voor mij ook leuk hè? Ik vind het ook gezellig als ik meer mensen in de chat heb.
Oh, dat is het. Sommige telefoons gaan niet automatisch een uur vooruit of achteruit. Als het automatisch gaat, krijg je hem op de goede tijd een melding binnen. Dat zou Mariska inderdaad een hele logische verklaring kunnen zijn. Want het is inderdaad wel raar dat de een het wel en de ander het niet heeft. Nou heb ik nog heel even de tijd en die wil ik eigenlijk ook wel benutten. Want ik heb ook iets heel grappigs wat ik leuk vind om nog even te delen. En dat is de achtergronden maken. En daarvoor heb ik de markers gebruikt. En dit wil ik eigenlijk ook nog wel even laten zien. Dus als jullie het niet erg vinden, wil ik die ook nog even doen. Wat ik gedaan heb, is ik heb eigenlijk een stukje mica. Dit komt van een stempelsetje af, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Gewoon mica. En dan ga ik met mijn markers, wat voor kleuren zullen we eens doen? Een beetje de blauw, paars en dan een beetje blauw er nog bij. Dit is ook een hele leuke techniek, want wat ga ik doen? Wat heb ik gedaan eigenlijk? Is ik heb de markers op dat sheetje gedaan. Dat zie je, hè? Dat weerkaatst. Dan ga ik daar met mijn marker overheen. Dan ga ik lekker gewoon soort kunstwerk van maken. Doe er even een lichte kleur tussen door. Omdat die anders misschien wat donker wordt. Nou, ik vind paars sowieso altijd een hele mooie kleur. Zie je ook al alleen al door het zo aan te brengen hoeveel kleur er in deze marker zitten. Het is echt onwijs gepigmenteerd. En dat is dus wel heel leuk als je, net als ik, van kleur houdt. Hier moet je niet over nadenken hoor. Dit is niet dat je het zo moet doen. Je moet gewoon lekker wat kliederen op zo'n sheetje. Of op je kraftsheet, kan natuurlijk ook. Dan heb ik een waterflesje. Daar ga ik een klein beetje water op aanbrengen op mijn sheet. En dan wordt de kleur nu al een stuk lichter hoor. Zul je het zien? Je kunt dit dus nog een keer herhalen. Wat ik ga doen is gewoon mijn waterartpapiertje erop leggen. Even een beetje aandrukken. Het is altijd weer spannend wat het resultaat wordt. Hij wordt nu vrij licht. Als ik hem eraf haal, en dan kan ik hem zo meteen door meerdere laagjes erop aan te brengen, donkerder maken. Kijk, en dan trek ik hem eraf en dan krijg je dus dit geheel. Nou, nu denk je misschien nog, moi, moi. Nou, dan pak ik mijn heattool. Ga ik hem even verhitten. En het is juist wel leuk als je wat meer water hebt, dat je die regendruppeltjes dus leuk zo terugziet. Nou, en dan ga ik dat nog één keertje en nog een keer doen. En dan ga ik het proberen aan de buitenkant. En anders zou ik hem gewoon lekker op maat snijden. Dat kan ook. Dus dan maak ik deze even droog. Zullen we dat zo even doen, Marit? Als ik klaar ben? Oh. Wat wou je dan? Oké, okay, in de redactiesommen kun je straks even met papa doen. Oh, nou top. Jullie zijn goed bezig, dames. Nou, ik maak er dus nog even een klein paletje. Wat had ik nou? Paars had ik er ook bij, hè? Zo, en nog een klein beetje blauw en groen zie ik. Blauw. Nee, ik kan beter de andere kant pakken, hè. Zo zie je het al, hè. Zo kun je, dan heb je het penseel een wat bredere punt. Kun je wat makkelijker mee werken. Zo. Zo. Nou, maak ik weer een beetje nat. En dan ga ik even kijken waar ik dus hier nu niet geweest ben. Ga ik even kijken of ik hem daar nog even iets extra kan aanzetten. Dat ik overal een klein beetje inkt heb. Hè. Dat is natuurlijk het leukst. En anders zou ik hem gewoon lekker bijsnijden. Zo. En nogmaals, hoe het resultaat wordt, weet ik ook nooit. Hè. Maar ik weet altijd dat het altijd leuk is. Want nu ook, misschien denk je nu nog steeds, nou Martine, het is echt helemaal niks wat je aan het doen bent. Maar je zult zo meteen zien, ik ga erop stempelen. En het is in één keer leuk. Dus ik ga hem weer even droog maken. Hem even op standje hard. Ik wil het gewoon even snel laten zien. Maar altijd eerst even de onderkant, hè, want anders gaat hij wat sneller krom trekken. Dat voorkom je nu even niet. Toen komt ik het even snel wil doen. Zo. Kijk, en dan heb je dus een achtergrond, wat in eerste instantie misschien niet heel bijzonder is. Maar zo kun je wel heel leuk door bijvoorbeeld hier de paddenstoeltjes te doen. Ik doe dit nu even snel, hè, omdat ik het gewoon heel graag even met jullie wil delen, omdat het zo leuk is. Ik ga hier ook nog een YouTube-filmpje van maken, zodat je het rustig kunt terugkijken. Ik denk dat ik hem zo ga doen.
Zo. Kijk, en dan kan ik in diezelfde set zitten dus paddenstoeltjes, losse paddenstoeltjes. Kijk, die kun je heel leuk op deze manier aanzetten. Zo. En dan heb ik dus ook nog heel leuk een. Want dat zit allemaal in diezelfde stempelset, hè? Dus nog zo'n elfje die vliegt. Zo. Zo'n vliegend elfje. Kijk, en het papier moet je straks gewoon even matten. Even goed uitsnijden. Even nog wat beinkten. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om zo'n beetje zo'n fantasie kaartje te maken. Dan kun je nog een tekst doen of iets. En je kunt dus nu ook nog wat kleur aanbrengen met die markers. Door bijvoorbeeld hier nog eventjes die accentjes te zetten in groen, hè? Dus die gras even wat extra aan te zetten. Nogmaals, ik doe dat nu even in een sneltreinvorm. Het is nog wel zichtbaar volgens mij. Ik pak even mijn kwastje. En dan ga ik dat er even ietsjes uitvegen. Zie je, zodat je het, dat het wat subtieler is, zeg maar. Kijk, en dan kun je natuurlijk die paddenstoeltjes nog wel heel leuk wat paars maken. Ja, dus dan kan ik eventjes wat op mijn craftsheetje paars aanbrengen. En even op de buitenkantjes van mijn paddenstoeltje. Nogmaals, ik doe dit even nu snel. Kijk, en op deze manier kun je hem ietsjes aanzetten. Het is juist wel leuk omdat het toch in diezelfde kleurlijn is als de achtergrond. Valt het niet zo heel erg op, maar juist door even toch iets kleine accentjes aan te zetten, geeft het wel een heel leuk resultaat, vind ik in ieder geval. En ik bedoel, een kind kan de was doen. Ik bedoel, dit kunnen mijn dochters ook prima. Dit is niet moeilijk. Dit is gewoon doen. Maar kijk, als je hem leuk mat zo meteen op een paars papiertje. En dat ga ik uiteraard nog doen. Dus je ziet deze kaart nog wel later terugkomen. Ik denk dat ik de paddenstoeltjes ook nog een beetje bruin maak. En misschien wat glittertjes op haar elfenvleugeltjes. Dan heb je dus eigenlijk heel, heel makkelijk, eenvoudig een hele leuke achtergrondkaart gemaakt. Door gewoon die markers kun je dus ook niet alleen mee kleuren, maar ook heel leuk dus achtergronden mee maken op je kaartjes. En dat heb ik hier ook gedaan met de gele en de rode en de oranje markers. En hier heb ik dat ook een beetje gedaan met de blauwe en de groene markers. En een klein beetje accentjes aanzetten. Maar zo maak je wel heel makkelijk, eenvoudig en snel. Leuk nog even een snel kaartje. Met wat restpapiertjes aan papier die je nog hebt liggen van het aquarelpapier. Of gewoon op kaart maken, formaat natuurlijk. Dus dat is wel ook een hele leuke techniek om te doen. Ja, zo kun je het inderdaad ook gewoon heel leuk als gewoon achtergrond en bijvoorbeeld met stansen werken of iets. Ik kies er dan nu voor om wat stempels mee te verwerken, maar dat kun je natuurlijk altijd op je eigen manier doen. Regent bij jullie al? Nou, het regent hier inderdaad, het miezert hier een beetje. Het is vooral koud. Ik heb echt de houtkachel op vol vermogen staan. Dus het is hier nu wel lekker warm, maar het is buiten inderdaad wel heel erg koud. Nou, ik heb het redelijk qua tijd gered. Zijn er nog vragen? Kijk je achteraf terug. Kun je altijd even een berichtje plaatsen onder de video. Dan geven we je daar zo snel mogelijk antwoord op. Nou ja, je kunt altijd ook onder vorige video's een reactie plaatsen. Dan geven we natuurlijk ook nog antwoord op. En mocht je iets gemaakt hebben naar aanleiding van een live uitzending, vind ik het altijd leuk als jullie het via social media delen. Nou, dat was het volgens mij wel. Dan zeg ik heel graag tot volgende week maandag. 9:30 ben ik er gewoon weer. Kijk gezellig mee. Dan vind ik dat altijd leuk. Heb je nog zelf dingetjes die je graag zou willen zien in een live uitzending? Kun je natuurlijk ook altijd even laten weten. Dan kunnen we altijd even over nadenken of ik dat kan behandelen in een live uitzending. Dus laat dat ook vooral weten. In Limburg schijnt volop de zon. Jullie hebben volgens mij altijd wel geluk daar. Nou, graag gedaan. En de producten die we gebruikt hebben in de video vind je trouwens onder de video. Er staat een link en daar staat een overzichtje met de gebruikte materialen. Komt er iets niet in voor wat je toch wel graag wil hebben, wat ik wel heb laten zien in de uitzending, dan laat het even weten. Yes? Nou, top. Graag gedaan en tot volgende week. Doei doei!